Als je de in Amerika wonende Vera Onuwe Adams naar woede vraagt, gaat haar hart open en komen er verhalen en herinneringen naar boven. De windmill, de molen, want ik woonde in de straat waar de molen was. Toen Koninginnedag wel als kid, we all went up to the windmill and to see the parade, you know, so that was a lot of fun. In 1950, 5 jaar na het eindigen van de Tweede Wereldoorlog, verhuisde ze van Woerden naar Amerika. Maar er zijn wel nog meer herinneringen aan Woerden en de oorlog. Onlangs richtte ze een brief aan Santos, die nu een restaurant heeft in de ouderlijke woning van mevrouw. Nadat ze dat foto gestuurd had, dat ze verhaal verteld had, dat vond ik gewoon dan wel bijzonder. Dat is vaak wordt gepraat over het Tweede Wereldoorlog. Ik zeg, nou, ik heb ook iets bijzonders gevonden toen ze met mij contact hadden. Ik zei, nou ja, oké, ik ga dat eventjes als een van de manieren kan aan mensen kunnen laten zien. De twee bleven contact houden en besloten het verhaal naar buiten te brengen. Want Vera kan zich Woerden ten tijde van de oorlog nog goed herinneren. Maar het was scary. It was scary for a couple years. With the Germans there, you know. They marched through town every morning, every afternoon. Marching and singing. And they occupied schools, they occupied stores. And they were everywhere, yeah. So we didn't like them, of course. In Woerden en omliggende boerderijen doken veel mensen onder. Zo ook de broers van Vera. Door het gebrek aan voedsel moest ze er zelf op uit om eten voor haar familie te halen. Een gevaarlijke tocht naar het noorden van Nederland, staat in haar dagboek beschreven. Wel, ik ben met een meisje ben ik een hele week naar in het noorden gegaan om voedsel te krijgen. We gingen naar iedere boerderij. Bij de ene kreeg ik kaas, bij de andere kreeg ik melk. Bij de andere kreeg ik whatever, you know. En zo een hele week waren we weg. En toen ik thuis kwam, my dad was crying. He was so happy I was home. Because we went from farmer to farmer. And everybody gave us something. So. Maar de reis was niet gemakkelijk. Slapen bij onbekenden, voedsel vragen, Duitsers omzeilen. En ternauwernood overleefden ze een bombardement. Ja, yeah, dat was in de kerk, ja. Yeah. I just have to... Just weggegaan, you know, uit de kerk gegaan. En toen bombardeerden ze de kerk, ja. En de treinen ook, ze bombardeerden de treinen. Maar wij waren gelukkig, mijn family. Nobody got hurt, thank goodness. And everything went okay. But it was scary. It was scary for a couple years. With the Germans there, you know. Ook met de ondergedoken broers liep het goed af. De dagboekpagina's vertellen een voor Vera unieke week uit de oorlog. Maar in Woerden, Nederland, Europa zijn meer verhalen. Verhalen die niet vergeten mogen worden, vindt ook Santos. Het is iets gebeurd en dat moet niet verbergen ergens in het kast leggen. Nee, dat moet je gewoon even laten zien, even delen. Kijken wat de mensen vroeger meegemaakt hebben.